Een heerlijke ochtend in Park Ketel. Rad Sinneke, wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, wij gaan vandaag met de vrienden van Parkketel. De knotten, knotten, de knotwillige knotten. Dat gaan we doen vandaag. Wat is dat voor boom, die knotwillig? Ja, dat is natuurlijk een hele historische boom vanuit deze omgeving. De boeren hadden voorheen echt deze knot nodig. Ook om klompen onder andere te maken. Ze noemen dat het geriefhout. Maar ook om bezems te maken. Nou, dat zijn we natuurlijk allemaal vergeten. Maar deze bomen hebben nog steeds een historische functie. Ze bepalen namelijk het beeld van deze omgeving. En hoe moet je dat doen? Hoe moet je het goed doen? Zelfs knotwillig knippen? Ja, nou dat is op zich niet zo heel erg moeilijk, maar je moet het wel goed doen. Het allerbelangrijkste is dat we het voorzichtig moeten doen. Voorzichtig namelijk veiligheid voor elkaar. Maar ook voorzichtig voor de boom dat we geen onnodige schade aanbrengen. Een knot ga je pas knotten nadat die stammen heeft van 4,5 meter. Het is leuk om te weten dat het in één jaar 1,5 meter groeit. Dus na drie jaar is een knot aan de beurt. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we dat knotten van onder naar boven en van buiten naar binnen. Is het zo dat jullie dat uh, op eigen houtje doen of werk je samen met Irado? Nee, dat doen we altijd in overleg met de gemeente en de Irado. En voordat we dit gingen doen, hebben we ook een duidelijke instructie gekregen van Irado hoe we dat op een goede manier en veilige manier moeten doen. Is het nou ook het moment van het jaar om zelf in je eigen tuin de bomen te knippen? Zeker. Dit is echt het snoeiwerk voor bomen. Wel een beetje afhankelijk van de type boom, maar dit is wel voor de echte bomen het moment dat je gaat snoeien. Hoe gaat het met Parketel? Nou, het parkketel gaat steeds een stukje beter. Wij zijn met name in het leven geroepen om meer aandacht te gaan besteden aan het parkketel, Want we vinden dat het een mooie plek is. Maar ja, je ziet het is behoorlijk achterstallig onderhoud. En dat gaan we nu samen met de gemeente en die rado inhalen. Wat wordt het einddoel van het park? Dat het in ieder geval een hele fijne plek blijft om in te vertoeven. In te onthaasten. Dat het een mooie plek is om ook doorheen te lopen, maar ook te genieten van rust, ruimte en van elkaar. Van de week op het nieuws. Het nieuwste woord in het buitenland is Nixen. Dat komt uit Nederland vandaan. Op het moment dat je helemaal niks doet. Wordt, het eerste, wordt dit het eerste Nixenpark in Nederland? Nou, dat is een hartstikke mooi nieuw woord. Ik ken het nog niet, maar het spreekt mij aan. In ieder geval praat je over onthaasten en niksen. Nou, we hebben een uh, plekje in uh, het park wat we nu opnieuw gaan inrichten. Dat heet uh, de poldertuin. En dat willen we zodanig vormgeven dat het als het ware de huiskamer wordt van het parkketel. Nou, en daar zullen we zeker zorgen dat je daar uh, ruimschoots kan niksen met elkaar.